قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خليفة برودرز اند زوسترز. Vandaag wil ik stilstaan bij een fenomeen die ik niet zelf heb verzonnen, maar dat is iets wat wij met z'n allen waarnemen. Het is iets wat een realiteit is. En ik wil hier niet negatief zijn en alleen maar wat verkeerd gaat benoemen. Maar ik wil het samen met jullie omzetten in een kans. In een kracht die wij kunnen benutten om onszelf en onze omgeving daarmee positief te beïnvloeden als we die niet zelf kunnen veranderen. Want heel vaak hebben we de neiging om over wereldpolitiek te spreken. Heel vaak hebben we kritiek op de autoriteiten. Dat mag. Ik zeg niet dat dat niet kan of dat dat niet mag. Dat is niet mijn positie om dat te zeggen. Maar laten we eerst even reflecteren op onze eigen daden, op ons dagelijkse leven. Hoe staan wij in het leven? En hoe dragen wij onze visie uit? Een visie die wij van Allah subhanahu wa ta'ala hebben gekregen. Die de profeet sallallahu alaihi wasallam voor ons heeft geschetst. Hoe staan we in het leven en hoe kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan de omgeving? En als we dit willen veranderen, en ik kan positiever zijn om te zeggen, als wij de wereld willen veranderen, dan moeten wij met onze vierkant meter waarop we op staan. Iedere van ons heeft nu ongeveer 1 vierkante meter in beslag genomen. Daar begint de verandering. Als jij jezelf niet, als je niet in staat bent om jezelf te veranderen, dan zou je er niet in slagen om je omgeving positief te beïnvloeden. Dus dan heeft kritiek uiten geen zin. Want je bent een onderdeel van het geheel. En daarom dient een gelovige, beste broeders en zusters, een gelovige dient niet alleen maar een cijfer te zijn. We hebben ongeveer 16 of 17 miljoen mensen in Nederland en je bent er één van. Een gelovige hoort niet zo te zijn. Een gelovige hoort een meerwaarde te zijn. Je bent iets plus, niet alleen maar iets. Niet alleen maar een verbruiker. Niet alleen maar iemand die op straten hangt. Niet alleen maar iemand die uitkering krijgt. Sadaqa, zo zie ik dat. Als je dat niet hebt verdiend, laat dat duidelijk zijn. Je krijgt. Je bent zelf niet productief. Je neemt zelf geen initiatieven om die meerwaarde te zijn. Je neemt geen initiatieven om een onderdeel van de oplossing te zijn. En niet alleen maar naar anderen wijst. Die doen. Laten we naar onszelf kijken. En deze boodschap is niet naar jullie gericht, maar is in de eerste instantie naar mezelf gericht. En ik hoop dat dat een reflectiemoment is die een stap met zich meebrengt. Een stap vooruit met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zegt in de Koran, Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Verheven is hij, Allah subhanahu wa ta'ala, die het leven en de dood geschapen heeft. Het is eigenlijk de samenvatting van het universum met alles erop en eraan. Die het leven en de dood geschapen heeft om jullie op de proef te stellen. Wat komt daarna? Wie van jullie goede daden onderneemt? Wie van jullie anderen niet lastigvalt? Nee, dat is niet voldoende. Wie van jullie de beste daden onderneemt? Een gelovige die een islamitische visie uitdraagt, hoort niet genoegen te nemen met het minimale. Als je maar je diploma behaalt, als je maar een baan hebt. Dat als je maar, hebben we niet nodig. We moeten ambities, hoge ambities hebben om de top te bereiken. Om het maximale uit leven te halen. Waarom? Omdat je aanzien wilt? Nee. Omdat jij geld wilt? Nee. Dat mag een middel zijn, vind ik prima, geen enkel probleem ermee. Maar het moet omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom hebben wij bij het begin van elke daad intentie. Als we gaan bidden, wat is eerste verplichting? Intentie. Als wij gaan vasten, eerste verplichting? Intentie. Na hajj, eerste verplichting? Intentie. Niyya, niyya. Waarom? Om ons bewust te maken van elke stap die wij ondernemen.
Wij leven niet zomaar. We zijn verantwoordelijke. We hebben een verantwoordelijkheid. Eindverantwoordelijke. Ik zeg altijd, we zijn managers. Allah heeft niemand nodig. Maar als metafoor om het beter te begrijpen. We zijn een soort van managers. Van Allah subhanahu wa ta'ala op aarde. Je hebt een taak gekregen. Khalifatullahi fil ard. En om deze visie beter te begrijpen. Wil ik heel beknopt inshallah ta'ala gezien de tijd. En twee termen met jullie bespreken. Die wij goed dienen te begrijpen. En wij dienen dat goed van elkaar te onderscheiden. We hebben iets dat noemen we dien. En we hebben iets dat noemen we tadayyun. Dien is godsdienst. Dienst zijn regels. Dien is zijn regels. Staan in boeken. Is een theorie. Staat in de Koran. Staat in de sunnah van de profeet. En in de werken van de geleerden. Die dat hebben uitgelegd en hebben geïnterpreteerd. Maar tadayyun is jouw persoonlijke verantwoordelijkheid. Tadayyun is het proces. Tadayyun is jouw leven. Hoe jij in het leven staat. En hoe jij in het leven moet staan. Tadayyun is jouw band met jezelf. En daarom zegt Allah, doe jezelf geen onrecht. Want het lichaam is niet van jou, maar is aan jou toevertrouwd. En daarom zal op de dag des oordeels zullen de handen spreken. Zullen de mond zal spreken. De ogen zullen spreken. De voeten zullen spreken. En de mens zal zijn eigen ledematen aanspreken. Van wat doen jullie? Jullie gaan straks in de hel branden. En ze zullen daarop antwoorden. Antaqanallahu alladhi antaqa kulla shay. Allah heeft ons doen spreken. Die alles heeft doen spreken. Want het is niet van jou. Het is aan jou toevertrouwd. En daarom die je zorgvuldig mee om te gaan. Dus tadayyun is jouw band met jezelf. Jouw band met jouw omgeving. Jouw band met jouw kinderen, met jouw vrouw, met je zussen, met je broers, met je ouders. Dat valt allemaal onder het tadayyun. Het tadayyun beperkt zich niet alleen maar tot de rituelen die wij hier in de moskee verrichten. Het tadayyun beperkt zich niet alleen maar tot hajj één keer in zoveel tijd. Het tadayyun beperkt zich niet alleen maar tot vasten. Het tadayyun beperkt zich niet alleen maar tot uiterlijke kenmerken zoals een baard. Het tadayyun beperkt zich niet alleen tot dat, maar het is jouw visie in het leven. Hoe jij gebruik maakt van de rituelen van de ibadat. Hoe je daar gebruik van maakt om een betere mens te worden. Allah zegt in de Koran over het gebed. Belangrijkste pilaar in de islam. Hij zegt daarover in de salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Het gebed is op zich geen doel. En daarom als je in gevaar komt, dan mag je het gebed verbreken. Als je ziek bent, hoef je niet te vasten. Als je een gevaar oploopt onderweg naar Mekka, hoef je niet naar Hajj te gaan. Want het zijn allemaal middelen.